Zij maakt het lekker af. En dan kunnen wij ondertussen even kijken. Want het spreken en horen van je eigen taal of dialect vergroot het welzijn, maar ook de zelfstandigheid onder ouderen. Stichting Laudio ontwierp hiervoor een klankkast. Ja, ik ben vandaag in een verzorgingstehuis in Hengelo en ik heb een afspraak met de echte Twentse Marie. Als het goed is, woont ze hier. Dit is niet Marie, jij bent Lubert. Hi. Ja, waar is Marie? Dit is de nieuwe kamer van Marie. En Marie is een fictief persoon, maar eigenlijk ook weer niet. Want de verhalen die ze vertelt zijn dan weer echt de ervaringen van echte ouderen. En naar Oetse, winstmerig een dina op mijn hoek. En als je nou hier een kast open doet, dan begint Marie tegen jou te praten. Hoe het is om in een verpleeghuis te wonen. Hoe het is om daar een thuis van te moeten maken. En hoe ben je op dit idee gekomen voor deze klankkast? Twee wetenschappers, Leonie Kornips en Jolien Makkinga, die hebben in een verzorgingshuis gekeken naar wat taal doet met de bewoners. Ja. En ze hebben het dan vaak over een thuistaal. Dat is de taal waarin je je prettig voelt. Ja. Dat is vaak de taal waarin je bent opgegroeid. Vaak een dialect ook. Ja. En dat kan voor ouderen echt een anker betekenen. Een houvast dient ook echt als medicijn, als troost. Ja. Bemoei je nooit met dit soort zaken, maar ik ben er gewoon. We zitten nu in Hengelo, Twente, echt een Twents accent. Heeft Marie zusjes of heeft ze nog andere dialecten? Zeker. Ze heeft een Limburg zusje, daar heet ze Mia. En ze heeft ook een Brabant zusje, Miet. En dankzij de Vrienden Loterijfonds kunnen we straks ook gaan werken aan de Turkse versie. Meral gaat ze daar heten. Maar ook Meta komt eraan. De Amsterdamse. Als ik kan het zeggen, dat is Amsterdamse. Ja. Meta. Ja. Ziet uw kast er ook zo netjes uit? Dat moet ik aan u vragen. Nee, bij mij ziet het er ook niet zo mooi uit. Maar wat vindt u eigenlijk van Marie? Heel realistisch. Ja? Echt. Maar hoe belangrijk is dat, dat uw thuistaal is? Als je hier komt, dan is het heel belangrijk en heel mooi dat je je eigen taaltje kunt spreken. Ja. En dat ook zo ontvangen wordt, denk ik. En je wordt ook zo ontvangen. Ik versta Marie niet zo goed, hoor. Nee, maar dat is ook voor Twentenaar. Ja. Voor tukkers. Voor tukkers. Ik stem recht op Nijn. En ik loop kilometers op mijn handen.